It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. Want het is op dit moment 7:30 en ik ga over ongeveer een uur en een half uur onderweg naar Tim. Dus jullie hier zien jullie hoe laat het is. Het is nou iets over 7:30. Dan ga ik alweer naar Tim, want we gaan natuurlijk naar First Loop dalen. En ja, ik ga nu eventjes even wat eten maken. Even douchen. Even naar de wc, even plassen doen. En ga ik me even aankleden. En dan ga ik alweer naar Tim. Dus dat ga ik eventjes doen. En jullie gaan vandaag heel de dag zien. Dus enjoy. Zo, ik ga eventjes snel mijn pc. Die staat nog aan. Dus ik hoef alleen maar. Als het goed is. Zie je nu dat het toetsenbord uit is. Waarom doe ik dit? Zie je, gaat het lampje aan. En dan hoef ik alleen mijn monitor aan te zetten. Als het goed is, gaat die dan aan. Ja. Maar dan heb ik beeld. Want dan moet ik nog even laden soms. Nee, we hebben beeld. Zou je al zien, zit ik in mijn nieuwe stoel en dit ding is echt bezig. Ik ga even staan voor jullie om hier kijken. Holy shit. Ik heb natuurlijk ook nog dit kussentje erbij. Die wordt eindelijk hier zo. Maar dan vind ik hem niet echt lekker zitten. Dus vandaar dat ik die niet gebruik. Dus ik ga nog heel even snel om mijn computer eventjes wat kijken. En dan ga ik alweer naar Tim, want het is best wel laat alweer. Dus ja, ik ga dadelijk eerst nog even naar de Albert Heijn. Dat moet ik als eerst doen. Zo, ik ga op dit moment eventjes mijn haar doen, want het ziet er niet uit op dit moment. En eventjes mijn tanden poetsen. En dan gaan we weer naar Tim en dan gaan we naar Utrecht Centraal. Eerst naar Den Haag, ze gaan natuurlijk en daarna naar Utrecht Centraal. En ja, hallo iedereen. Ik heb er best wel zin in eigenlijk. En ja, geld heb ik al in mijn broekzak, idee heb ik in mijn broekzak, mijn OV heb ik in mijn broekzak. Mijn kaartje zit in mijn tas. Daar heb ik alles denk ik. Wat ik moet hebben dan. Ik ga daar nog even naar de Albert Heijn een broodje halen voor in de trein. En ja, wajo, dat viel wat daar zo. En dan gaan we alweer om de weg naar Utrecht. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik sowieso naar Utrecht ga met Tim. Want Tim is al een keer naar de DJTG geweest, ik nog niet. En ik krijg even een WhatsApp binnen, zullen jullie zien. Oh, wacht. Huh? Dat heb ik wel eens vaker, man. Kijk. Nu krijg ik wel iets binnen van Hakan, maar die staat hier ook open. Dus Hakan. Dus ik zie je dadelijk daar zo, jongen. Misschien zit je wel in de vlog. Je weet het natuurlijk niet, maar ik ga even mijn tanden poetsen en mijn haren doen. Dus tot zo. Nou, ik ga dus dit moment even naar de Albert Heijn. En ik besef nu pas eigenlijk dat het nog fucking vroeg is eigenlijk. Het is 8:30. Bijna elke winkel is nog dicht, behalve de Albert Heijn is wel open. Maar ja, holy shit. Normaal lig ik nog lang, echt nog lang gewoon te slapen. En ja, nu ben ik eigenlijk al wakker. Maar ik ga even naar de Albert Heijn. Ja, ik ben op dit moment echt onderweg naar Tim, laat maar zeggen. Ik heb even muziekje aangezet. En ja, ik loop dus nu naar Tim. En dan zien jullie mij zo meteen als ik bij Tim ben. Ik ga je leven leven, je hoeft niet eens te schreeuwen. Niemand kan ons breken, toch oh baby. Nu kijk ik je tegen, waarom wil je tegen? Oh, dat is niet goed, als je zo doet. Volgende halte. It's your boy Drama Alert NL. Don't zoom in. Hè? Hey, jongens, we zijn op dit moment onderweg. Naar? Waar gaan we nu naartoe? Naar de hoeren. Bruh. Nee, we gaan naar de naaste straat, toch? Oh, echt? Ik dacht dat ze naar de hoeren. Ja, gaf. Hey. Dat is alleen voor ons, ja. Nee, vat, we gaan naar de naaste straat. Dan moeten we daar de trein pakken onderweg naar Utrecht Centraal natuurlijk. En ja, weet jullie het dadelijk wel. Hopen dat het goed gaat, toch? Ja, dat wel. De trein staat er al. Holy shit. Rennen, Tim. Rennen dan naar Sport 5 daar. Haal kaartjes. Tim moet nog een kaartje halen. Tim, als we nu het missen door jou. Kaartje los kopen. Schiet op. Dag retour. Utrecht Centraal. Utrecht Centraal, tweede klas. Vandaag. Geldig. Eentje. Come on! Pinpas. Mis. Je moet daar je pincode in. Ja, de joh! Niet inzoomen. Nee, ik doe niks. Jongens, je ziet ons dadelijk. We gaan even snel haasten.
De tram gaat weg zonder ons. Moet je maar bij tijd gaan. Ja. Godverdomme. Dat komt door jou. Wat door mij? Jij deed hier helemaal niets mee. Ik zei ook redden. Het komt door jou. Ah, oh, kak. Hoe lang moeten we nu wachten? Ah, geen idee. Hoe laat is het? Oh, over 40 minuten komt een nieuwe. 40? Ja, kijk maar. 30 minuten, half uur. Nee, nee, we gaan andere treinen. Tim, dat doet hij niet. Toen hebben we op zo'n wiel uitgekomen. Maar we toch gered, Tim. Ja, door jou, hè. Mijn kaart was iets van geblokkeerd of iets. Want ik kon niet inchecken. Er kwam zo'n mannetje naar me toe van... weet je wel, hoe heet het ook weer? NS? Ja, en zo'n conducteur, die ging me even helpen. Dus bedankt, jongen. En we gaan nu gewoon over 20 minuten rijden. We gaan mee, Tim? En hoe? We gaan naar First Look. En dit is ons uitzicht op dit moment. Ik weet niet of het goed ziet. Ik zal mijn lens even tegen het raam aanhouden. Dan zie je het meestal wel goed. We staan daar te wachten. Dus we wachten totdat we gaan rijden. Toch, Tim? Nee. Zeg dat niet. Zeg dat niet. Zeg dat niet. Zeg dat niet. Met je boy Tim. Oh, tasty Tim. Tasty Tim. Tim, zeg eens hoi. Mooi. Oké, jongens. We gaan 2 halte rijden. Nog 4 minuten. Overbelichting. Oké, we zijn op Utrecht Centraal met je boys. Met de gangbang. En we lopen nou even naar de jaarbeurs. Dat en dan gaan we, hè? Tuurlijk. Dat ook vlog, hè? Tuurlijk, ik wil wel leuk om wel eens gaan. Ja, maar gaat hij allemaal weg? Gaat hij allemaal weggesterken? Wel, jaarbeurs. Ik zei het je toch? Hé, hey, Hakan, moet ik jou pleuren of niet? Nee, ja. Boos is goed, zwart bakje. Maar we moeten. Shout naar Hakan. Ja, we moeten eventjes, ja, voor mijn redboek. Tweet in de beschrijving. Ja, maar we gaan even een blikje redboek geven, gek. Maar we lopen naar de jaarbeurs, daar is de jaarbeurs. We moeten wachten tot 11 uur, omdat we daar een kaart hebben. Altijd leuk wachten, hè? Ja, man. Ja, dus, misschien we moeten wachten. Kusje even. Nee! Tasty Thomas in de building! Hoi, Akanaki! We zijn binnen, boys! Rennen, ga ik rennen! Hallo Jan! Hoi! Wil je zeggen in de video? Ja, wat moet ik zeggen dan? Ja, hallo zo! Hallo! Nou, hey, en wat nog meer? Nee, niks. Was dat alles? Ja man, wat anders. Hé, later hè! Hey. I have this Mauro in the back. Mauro in the back. This Mauro in the back.
he has a good fury. Ja, ik zit nu in Chester's vlog met slechte kwaliteit. Ja. Ja, op dit moment sta ik even te wachten op Tim. Die is Destiny af gaan spelen. En ik had geen zin om Destiny te spelen. Dus ik heb even wat drink gehaald en haken ook. En net even Maarten tegengekomen, zo die zagen. En ja, we gaan nog even horen. Pas 1 uur man, ik kom pas om 6 uur naar huis. Dan red ik het niet. Maar jongens, we gaan nog even rondkijken. En we gaan het wel gewoon zien. Zo, we gaan dit moment even wat eten bij KFC of met of wat Burger King. Hier zit geen Mac, hè? Wel, KFC zit er wel helemaal. Ja, ik heb Mac en lul anders. Jesse moet koek werken. Ja, man, nodig. Hé, maar wat hebben wij gekregen, Hakan? Een follow van Jan. Ja, man, ik ga het laten zien. In de ik ga nu lijst laten zien. En let op. Hoeveel moet je daarvoor ook betalen, Jess? Niks. Ja, niet liegen, je bezit. Jij moet gewoon je mond houden. Het staat nergens op, Jess. Dat jij nou jaloers bent. Oké, jongens, even kijken. Even kijken. Hier. Als het goed is, zien jullie hier dat Jurassic mij volgt. Scherpstellen. Scherpstellen. Ja, jullie zien het wel aan het logotje, wacht. Nee, een beetje scherpstelletjes. Ja, dat doet hij niet. Ah, kom op. Ah, kudding, joh. Kudding. Ja, je ziet een klein beetje. Ja. Wacht, ik druk naar Jurassic Gaming. Ja, volgens jou staat erachter. Zo. Lekker zo. Jongens, maar we gaan eventjes wat eten nu, dus tot zo. Wij als YouTuber moeten natuurlijk ook eventjes wat eten. Maar ik vind het wel gek hoor. Alleen Tim moet nog even wachten op zijn eten, dat wordt dadelijk gebracht. Maar ik ga even lekker eten jongens. Maar we hebben dus net eventjes gegeten, we staan nu gewoon, laten we zeggen, bij die Yara stand en de Disturb stand. En daar, kijk, daar is de Yara stand. Ik ben met bij Tim. En we gaan zo rond half zes gaan we weer met de trein richting naar huis. En ik ben ongeveer nog 4 mensen herkend vandaag. En er staan nog mensen buiten om mij te wachten. Alleen het probleem is als ik nu naar buiten ga, kan ik niet meer naar binnen. Want je hebt het bandje om en het gaat bijna sluiten. Dus we gaan gewoon wachten tot we daarheen kunnen en dan gaan we naar huis. Nou, het is dus mijn tijd om gewoon lekker naar huis te gaan. We gaan nog eventjes, we rijden langs zeg, met de trein. Rijden we terug richting Den Haag en dan komen we langs de stad. Dus we gaan even daar uitstappen. Dan gaan we even naar de KFC. Want ze hebben daar nog geen KFC. Ze hebben hier nog geen KFC. En we hebben geen KFC, dus we gaan daar eten. Ja, maar de stad helemaal in. Daar ja, ik ga niet, ik ken de stad hier niet, man. Nee. Maar dat was echt super leuk. We hebben echt gewoon, denk ik, van de hoeveel uur dat we waren. Ik ga even kijken. Ja. Hoe laat is het nu? Geen idee. Het is op dit moment is het 3 minuten voor 5. En in die denk ik. Even kijken, hoeveel. 11 uur kwamen we hier. 11 uur. Ja, laat maar zeggen, we zijn hier 8 uur geweest. Want we blijven nog heel eventjes hier. Rond het af 8 uur. En ik denk dat we daar van sowieso 5 uur. Gewoon de hele tijd met Jan aan het chillen zijn geweest. Met Vincent, Santino. En die gasten Jordi. Zijn Jordi natuurlijk. En Thomas, die gasten zijn echt super chill. Dus jongens, ik weet niet of jullie deze video kijken, maar jongens, wat echt super, maar ook echt super leuk. We gaan dus even de trein terug naar huis proberen te fixen. En, te fixen nog wel zo. Ja, we moeten toch kijken waar we heen moeten. Ja, dat is makkelijk joh. Dat is appeltje eitje. Ze wisten wel wie ik was, maar ze wisten jammer genoeg niet wie Tim was. Behalve ja, Santino. Alleen Jordi. Alleen, Jordi. Nee, Santino. Alleen Santino wist niet wie ik was. Santino wist. Maar ze hadden kinderen bij allemaal van drama Nintendo. Vergeet dingen niet te checken in de beschrijving of niet. Drama, ja, je staat in een subbox. Je staat in een subbox. Oh ja, ik sta in de subbox. Yes. Echt. Kijk, mooie auto langs. Ja, dikke auto. Maar jongens. We gaan ook, ik ben ingezoomd. We gaan nu eventjes naar Den Haag, of Den Haag Centraal mee. We gaan eerst naar Utrecht Centraal, dan naar Den Haag Stad en dan nog door naar huis. Dus, we gaan naar huis. Mensen, ik wil nog wat. Huh? Je moeder is gay. Oh. Oké, maar verder. Oké, we staan dus op dit moment zo op Den Haag Centraal. Centraal Sushi. En Tim, wat voor je ervan? Ik vond het hartstikke gezellig. Ik heb wel meer respect gegeven voor YouTubers, echt waar. Helemaal, het was echt gewoon tof dat we gewoon echt het 19e deel van de dag gewoon met de hele Yara-crew hebben opgeschoten. En het was echt gewoon gezellig. Ja. Bijna iedereen kende mij en Tim werd ook door Jordi, Santino, Jan en wie nog meer? Wander, nee?
Jaraski zelf. Nee, wacht, Jaraski, nee, staat hier nog niet. Jordi, Chromo. Ja, die kende Tim al van mijn en video. En Quinten. En Speedbullet, ja, Speedbullet ook natuurlijk. Dus we moeten nou nog even wachten op de tram. En dan zit de vlog er alweer op, want dan ben ik alweer bijna thuis. Dus nog 8 minuten wachten. Of we gaan misschien naar Ik ga niet naar film, man. Ja, ik ga misschien Ik moet nog leren, dus fuck school. Jongens, ik ga wachten op de tram en dan zijn we klaar met deze vlog alweer. We gaan afscheid nemen van Tim. Dag Tim. Doei. Het was leuk, man. High five. Hey, hoe was het ervan? Leuk? Hey, later hè. Blijf filmen. Doei. Dat blijft filmen. Later Tim. Doei. Nou jongens. Dat was dus Tim. Nou, dat was Tim, jongens. Ik ga nu even door naar huis. Ik ben bijna thuis. Dus ja, jullie zien me zo meteen nog. En dan is het laatste deel van de vlog. Ik hoop dat jullie alvast van hebben genoten. Maar ik zie jullie zo meteen nog heel eventjes. Nou jongens, ik ben bijna thuis. Dus mochten jullie genoten hebben van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Dat helpt me natuurlijk heel erg enorm. Als we gewoon de 100 likes deze video kunnen halen, ben ik helemaal blij. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de video van morgen. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Laters.